De datalaag is verantwoordelijk om data over te zetten tussen twee punten die verbonden zijn aan de hand van een rechtstreekse connectie op de fysieke laag. Voor het web zijn er een aantal connectietypes op de datalaag die belangrijk zijn, met name Ethernet, wifi en mobiele netwerken. Ethernet hierbij draait typisch over bekabelde connecties. Ethernetconnecties zijn typisch heel stabiel, omdat deze over bekabelde connecties lopen, hebben hierdoor een lage latentie en typisch een vrij hoge bandbreedte. Nu, daarnaast, wifi-connecties en mobiele netwerken draaien draadloos, dus typisch over radiogolven. Beide hebben een variabele latentie en een variabele bandbreedte, omdat de radiogolven typisch redelijk onvoorspelbaar zijn. En daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen wifi en mobiele netwerken. Maar hier gaan we later nog iets meer op inzoomen. Nu, Ethernet, zoals ik eerder al zei, is vrij stabiel, omdat deze op fysieke connecties lopen. En dat is ook de reden waarom dat het grootste deel van de backbone, dus het interne gedeelte van het internet, typisch over dergelijke bekabelde connecties loopt. Meestal gaan dat glasvezelkabels zijn, omdat deze heel snel zijn, dus lage latentie en hoge bandbreedte. Nu, aangezien dat Ethernet zo goed is, zou je kunnen zeggen van ja, we gaan gewoon heel het internet laten lopen over Ethernet. Maar het ding is, draadloze connecties zijn nu eenmaal praktischer in gebruik dan bekabelde connecties. En als we gaan kijken in de realiteit, gaan we ook zien dat 58% van al het webverkeer over mobiele connecties loopt. Dus mobiele netwerken of wifi-connecties. Als webontwikkelaar moet je rekening houden met het feit dat nu eenmaal veel connecties over dergelijke onstabiele netwerken zullen verlopen. Als we gaan dieper inzoomen op mobiele netwerken en wifi-connecties, kan je zien dat er daar wel een aantal belangrijke gelijkenissen zijn tussen die twee. Dus beide hebben variabele latentie en variabele bandbreedte. Dus voor webontwikkelaars is dit natuurlijk niet zo praktisch, maar er zijn manieren om hier wel mee om te gaan. Dus als je zit met een heel variabele latentie en als plots de latentie te hoog wordt, kan het in bepaalde gevallen nodig zijn om over te schakelen naar een transportprotocol, dus de laag hierboven in onze network stack, om te schakelen naar een protocol met een iets lagere overhead in termen van de latentie. Dus in plaats van TCP-connecties te gebruiken, kan je bijvoorbeeld terugvallen op UDP-connecties, indien die latentie toch te hoog zou zijn. Nu, variabele bandbreedte voor de meeste webtoepassingen is dit eigenlijk minder problematisch, omdat typisch latentie de hoogste bottleneck is in typische webapplicaties. Multimedia-applicaties daarentegen hebben hier wel meer last van, maar in dit geval kunnen we hier terugvallen op technieken zoals adaptieve video bitrates. Nu, naast deze gelijkenissen tussen mobiele netwerken en wifi-connecties zien we ook een aantal belangrijke verschillen. Een eerste verschil is het verschil in de kost van de bandbreedte. Waarbij wifi-connecties typisch goedkoper zijn. Dus bytes overgezet op wifi-connecties zijn typisch goedkoper op wifi dan over mobiele netwerken. En dit is het gevolg van het feit dat wifi-connecties typisch gebruikt worden in een thuissituatie waarbij de wifi access point verbonden is met het thuisnetwerk. Een tweede belangrijke verschil tussen de twee is het invloed op het batterijverbruik van het toestel waarop de connectie loopt. Als je effectief actief data zal overzetten over wifi-connecties, zal dit typisch iets minder batterij verbruiken dan over mobiele netwerken. Daarentegen, als je met een ongebruikte connectie zit, dus als je niet actief iets over aan het zetten bent, dan zijn mobiele netwerken hier typisch beter voor. Als webontwikkelaar moet je nu eenmaal
rekening houden met de realiteit dat, dat die latentie en de bandbreedte variabel zullen zijn in mobiele netwerken. En eigenlijk ook in de wifi-netwerken. Maar specifiek in mobiele netwerken moet je als webontwikkelaar ermee rekening houden dat bepaalde connecties kunnen veranderen overheen de tijd. Nu, als gevolg van het feit dat een mobiel toestel mobiel is, kan het zijn dat deze mobiele connectie die op één moment verbonden is met één toren, plots zal overgaan naar een connectie met een andere toren. Als de gebruiker van plaats zich verplaatst doorheen de tijd. Een zogenaamde tower-to-tower handoff kan gepaard gaan met vrij grote vertragingen in de connectie. Dus dat kan in de praktijk makkelijk 100 milliseconden tot meerdere seconden duren. Dus als webontwikkelaar moet je hiermee rekening houden dat dit kan gebeuren. Naast die vertraging kan het ook zijn dat verschillende torens, verschillende hardware en verschillende versies van mobiele netwerken ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je van een toren wordt overschakeld die 5G ondersteunt naar een oudere toren die slechts een 2G-connectie ondersteunt. Dus het kan plots zijn dat je latentie zal extra verhogen en de bandbreedte zal verlagen. Nu, nog een gevolg van die variabiliteit is dat het kan zijn dat bepaalde connecties soms gewoon onbeschikbaar gaan zijn. Als een gebruiker bijvoorbeeld door een tunnel aan het rijden is en de connectie met de toren verliest, dan zal gedurende die tijd de connectie onbeschikbaar zijn. Dus als webontwikkelaar moet je rekening houden met het feit dat foutmeldingen ten gevolge van het verlies van die connectie zullen optreden. Dus mechanismen om de request te gaan opnieuw proberen zijn belangrijk. Nu, als je met die vertragingen zit, is het dus belangrijk om de user interface op zo'n manier te gaan opbouwen dat die onafhankelijk is van de eigenlijke netwerkconnectie. Dus als je bijvoorbeeld als een gebruiker een knop induwt, dan moet de gebruiker zo snel mogelijk een verandering of een respons zien in de user interface. Dus als je een knop induwt, is niet de bedoeling dat er eerst een request moet gestuurd worden en dat pas vele milliseconden of meerdere seconden later dat er dan pas een reactie getoond wordt. Technieken die hierbij nuttig kunnen zijn bijvoorbeeld de Local Storage API die in webbrowsers kan gebruikt worden om eigenlijk lokaal al data te gaan opslaan die gebruikt kan worden, zelfs al is de connectie eventjes niet beschikbaar. Dus dat de gebruiker toch nog even verder kan blijven werken, ook al is de internetconnectie even niet beschikbaar. Nu, nog een laatste iets die ik wel wil vermelden, is dat als webontwikkelaar dat het ook belangrijk is om rekening te houden met hoge latenties in mobiele netwerken. Hoge latenties kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden als je de radiotransmitter in je mobiel toestel eventjes uitgeschakeld was en dan weer opgestart wordt. Het ding is, die radiotransmitter is vrij duur voor je batterij, dus die wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld indien deze niet nodig is. Maar als webapplicatie opnieuw een request wil uitvoeren, dan moet die radiotransmitter opnieuw opgestart worden. Het kan soms zijn dat dit gepaard zal gaan met een hoge latentie. Dat kan makkelijk 100 tot 1000 milliseconden duren om opnieuw een connectie te gaan opzetten met je radiotoren. Dus als webontwikkelaar moet je dus letten op de manier waarop je HTTP-request zal uitvoeren. Een aantal voorbeelden. Ten eerste is het bijvoorbeeld belangrijk om je HTTP-requests zoveel mogelijk in zogenaamde bursts te gaan uitvoeren. Daarbij is het beter om een heleboel requests kort na elkaar te versturen dan het is om heel af en toe een request te gaan versturen. Zodat die radio niet telkens opnieuw opgestart moet worden. Gelijkaardig daaraan is het beter om te kiezen voor push-gebaseerde technieken dan pull-in technieken. Zodat
Zodat het eerder de server is die data zal sturen naar de client dan het is als de gebruiker af en toe de server zou gaan pollen voor veranderingen. Nog een belangrijk iets wat de webontwikkelaar kan doen, is bepaalde HTTP-requests die misschien niet zo belangrijk zijn om die pas te gaan uitvoeren van zodra er gedetecteerd wordt dat de radio actief wordt. Misschien door een andere request die wel kritiek was. En dan kunnen die niet-kritieke requests ook meteen uitgevoerd worden. Wat ook belangrijk is, of wat ook mogelijk is, is om bijvoorbeeld op voorhand een heleboel data op voorhand al te gaan prefetchen, die lokaal te gaan opslaan, zodat de eindgebruiker hier een hele tijd mee kan verder werken, zonder dat er opnieuw requests moeten gebeuren. En de laatste iets wat ik hierbij nog wil vermelden, is technieken zoals progressive loading, waarbij de webapplicatie eigenlijk progressief ingeladen wordt door verloop van tijd af en toe requests te gaan doen, dat deze technieken typisch niet worden aangeraden in mobiele netwerken.